Jacobus 1, vers 22. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Nederland zal worden gered. En met de stichting richten wij ons op 4 activiteiten. Het houden van spreekbeurten, het doen van evangelisatietrainingen, het maken van evangelisatiemateriaal en als laatste het houden van grote massale openluchtcampagnes in Nederland. Nederland zal worden gered. De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want de dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nu bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen.
Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Hoofdstuk 3. Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt dan mag worden, zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden en wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelen zo, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend. En laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.